Zeedijk. Zeedijk. Leuke buurt. Want hoe kwam jij daar nou? Nee. Ik moest er even mijn zakken legen en toen kreeg ik dorst. Toen ging ik naar dit café. Ja. Dat heette Ooievaar. Hier, Nieuwe Zuid-Voorburg, Amsterdam. In Amsterdam, het Ooievaar in Amsterdam. Haarlemmerstraat. Hier, dit was vroeger een verzekeringsmaatschappij. Ja. Die hadden ook een kantoor in de Zeestraat. In Den Haag. In Den Haag, ja. En nou, dit kantoor is inmiddels weg. Een heel beroemde, want mijn oud-tante, die was daar ook verzekerd. Ja. Nu zit er in dit pand een café en dat heet Onder de Ooievaar. Want dit zit hoog in de gevel en hieronder zit dus het café. Ja. Ja, Rotterdam heb ik ze ook. Ik heb ooievaars in Delft zitten. Dus, ja, maar die Amsterdamse vond ik wel heel erg. Die Amsterdamse die zijn natuurlijk het mooiste. Ja, ja. Deze die zit bijvoorbeeld in de Bonnetterie. Oh, ja. In de Haagse Bonnetterie ja. heb je een ooievaar en, ja. het Amsterdamse stadswapen. Ja, ja. Om aan te geven dat er twee vestigingen van de Bonnetterie zijn. Ik was met mijn vrouw in Amsterdam. Ja. En ik zeg, we gaan naar de Bonnetterie. Ja. Ze zegt, hoezo heb je nieuwe kleren nodig? Ze zegt, nee, er zit een ooievaar, reken maar. Dus wij naar de Bonnetterie, om er ook in. Kijken. Ja hoor, daar zat hij. Een Haagse ooievaar. Dus om te laten zien dat ze nog een vestiging hebben. Ja. In de ooievaarstad. Oh, ja. In Den Haag.